Sugar Kids, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Mario Bezoek. Oh nee, wacht eens even. Dit is helemaal geen nieuwe aflevering van Mario Bezoek. Want ja, door dat stomme coronavirus kan ik ook geen nieuwe afleveringen maken van Mario Bezoek. Maar ik heb wel iets leuks nieuws bedacht. De komende weken wil ik namelijk graag contact met jullie houden vanuit mijn huis. Ik wil namelijk graag al jullie vragen over het coronavirus samen met je diabetes beantwoorden. Want ja, bij de Diabetesvereniging Nederland hebben we een heel team klaarstaan die al jullie vragen kunnen beantwoorden. Nou ja, en dan zal ik jullie vragen beantwoorden. En dan maar hopen dat alles snel weer de oude is, toch? Ja, en deze keer zal ik al een aantal antwoorden geven op misschien wel een vraag die jij hebt. Nou, mocht je nog een hele brandende, dringende vraag hebben, mail mij dan. Ja, dat kan naar sam@dvn.nl. Dus naar sam@dvn.nl. En wie weet beantwoord ik wel jullie vragen. En dat lijkt me superleuk als je een vraag stelt. En je mag het natuurlijk ook bijvoorbeeld gaan filmen. Zodat jij ook in deze uitzending komt. Lijkt me echt ontzettend leuk. We gaan een aantal onderwerpen en vragen beantwoorden. En hopelijk hebben jullie daar iets aan. Nou, mocht je nou ook tips hebben of leuke dingen of gewoon een heel leuk verhaal weten. Mail mij dan ook gewoon. Ja, dan kunnen we weer een beetje contact met elkaar houden. Oké. Zo. Ja, 4.9. Ik moet zeggen dat de laatste tijd mijn bloedsuikers af en toe best wel wat hoger zijn dan normaal. Ja, misschien jouw bloedsuiker ook wel. En hoe kan dat nou in deze tijd? Nou ja, dat heeft een hele belangrijke reden. Ja, ik zei het net al, we kunnen niet meer naar school, we kunnen niet meer sporten. Speel je wel buiten veel minder dan dat je normaal doet. Oftewel, je beweegt veel minder dan hiervoor. Oftewel, ja, je bent minder actief en daardoor zijn je waardes wat hoger. Je lichaam heeft maar eenmaal dan meer insuline nodig. Dat kun je bijvoorbeeld overleggen met je eigen diabetesverpleegkundige. Beweging zorgt ervoor dat je gevoeliger wordt voor insuline. Ja, en als je lekker beweegt, heb je minder insuline nodig. En ja, bewegen zorgt gewoon voor dat je lekkerder in je vel zit. Dus ook nu, in deze tijden, is het wel belangrijk dat je blijft bewegen. Ja, ga bijvoorbeeld een stukje wandelen of ga lekker spelen in de tuin als je die hebt. Of pak eens de fietsen, ga een rondje fietsen. Oftewel, lekker blijven bewegen. 4.9. Oh, ja, sorry, ik kreeg even een appje van mijn diabetesverpleegkundige. Want ja, ook in deze tijden is het natuurlijk niet mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan. Nee, een afspraak met je diabetesverpleegkundige of op de poli wordt vaak afgezegd. Maar ja, hoe hou je dan contact met je diabetesverpleegkundige? Ja, hoe hou jij contact? Ben je bijvoorbeeld aan het beeldbellen of aan het mailen of net zoals mij aan het whatsappen met je diabetesverpleegkundige? Ik ben wel heel erg benieuwd. Mail het naar sam@dvn.nl. Ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk om contact te houden met je diabetesverpleegkundige. Om even lekker te kletsen en om te vertellen hoe het nou met je gaat. Vooral in deze tijd natuurlijk. Je kan altijd terecht bij je diabetesverpleegkundige. Ook in deze tijden. Dus schroom niet als je vragen hebt. Zoek gewoon contact op met je diabetesverpleegkundige. En hoe doe je dat dus? Beeldbellen, normaal bellen, whatsappen of mailen? Laat het me dus weten. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie verhaal. Ja, en dan om dit filmpje af te sluiten heb ik nog een hele goede en belangrijke tip voor jou. Want wat moeten we doen? 1,5 meter afstand houden en natuurlijk heel vaak je handen wassen. Niet alleen je handen moeten gewassen worden. Nee, want bijvoorbeeld als jij de Freestyle Libre hebt of een pompje, is het ook heel erg belangrijk om die apparaten af en toe even goed schoon te maken. Want ook op deze dingetjes kunnen bacteriën voorkomen en dat kan weer voor bijvoorbeeld infecties zorgen. Dus houd niet alleen je handen schoon, maar ook absoluut de apparaatjes die je gebruikt voor jouw diabetes. Ja, lieve Sugar Kid, hopelijk heb je iets gehad aan dit filmpje. En ga je mij zeker mailen via sam@dvn.nl, lijkt me heel erg leuk. Ja, en hopelijk kunnen we ook snel met elkaar gaan vieren dat de Sugar Kids Club 10 jaar bestaat dit jaar. Weet je nog, we zouden het eigenlijk vieren met z'n allen in Duinrouw, maar ook dat kan helaas niet doorgaan. Hopelijk wordt alles weer gouden oude en kunnen we samen lekker een feestje vieren. En dan kan ik ook weer een nieuwe aflevering maken van Mario Bezoekt. Maar tot die tijd maak ik elke week voor jullie een filmpje vanuit mijn huis. En vergeet me dus ook zeker niet te mailen met je verhalen. En hopelijk houden we dan zo contact met elkaar. Leuk dat jullie keken en hopelijk tot de volgende keer. Succes, stay safe, doei doei!